staat hij aan? Ja, ja, aan, daar kan hij niet staan. Hallo, ik ben Art. Hallo, ik ben Fjodor. En wij zijn kwaad. Ja, wij zijn woest. Wij zijn onmenig woest op onze ouders. En waarom zijn wij woest op onze ouders, Art? Leuk dat je het vraagt, Fjodor. Dat hadden we toch afgesproken? Wat, stil niet! Wij zijn kwaad omdat onze ouders ons keer op keer weer fruit mee naar school geven. En wij willen helemaal geen fruit mee naar school. Nee. Wij willen snoep en koek mee. Want een banaantje bijvoorbeeld, als die een week in je tas zit, dan ziet hij er ongeveer zo uit. Helemaal slap, bruin en bedorven. Nee. En als hij dan per ongeluk tussen je geschiedenisboekje komt, kan er het volgende gebeuren. En dan krijgen wij weer ruzie met onze leraar en moeten we nablijven. Maar daar hebben we nu iets op gevonden. Tada! Als je een banaan mee naar school krijgt, dan stop je hem in deze ballon. Dieper, dieper, duwen. Ja, dieper. Ja, ja. En dan blaas je hem op. Ja, knopje, knopje. Zo. De banaan in de ballon. En dan stop je hem in je tas. Zo kan hij dus niet beschadigen en ook niet bederven. En hij bederft minder snel, zodat je hem ook nog na een week stiekem op de fruitschaal terug kunt leggen. Ja. Nou zijn er een hoop mensen die hun oude lichaam door middel van plastische chirurgie in een nieuwe verpakking laten stoppen, zodat ze er weer jong en onbedorven uitzien. Maar ja, zoiets kost natuurlijk onmenig veel centjes. Je moet gewoon voorkomen dat je bederft. Conclusie, wat met een banaan kan, moet ook met een mens kunnen. Huh? Kijk, Fjodor zit nu in deze hermetisch gesloten verpakking. Zo kan hij niet beschadigen en bederft hij minder snel. Zo, Fjodor, hoe gaat het nou met jou? Ik voel me prima. Ik ben nog steeds zo jong en onmenig vitaal als 40 jaar geleden. Jongens, ik heb een overheerlijke verse taart gebakken. Wie wil er een stukje? Oh, ik. Stelletje rotjongens! Boze taarten, onmenig gevaarlijk! Zet uit!